Als je nou de Heer Jezus Christus hebt, de koning van de wereld, als hij aan je kant staat, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als hij nou in de nood en in de benauwdheid ook met ons benauwd was, als hij als de goede herder ons dan opzoekt en helpt en verzorgt en vertroost, dan kun je toch altijd dankdag houden? Dan hoef je hem toch niet te vergeten, maar dan mag je toch dankbaarheid oefenen. Dat is wat er in Deuteronomium 8 staat. Wat God heeft gedaan, blijf nou aan hem denken. Dat zegt Paulus in 2 Timotheus 2 zo. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Gemeente hier in Bunschoten, blijf bedenken dat Jezus leeft en dat hij leeft voor zijn kerk. Als je nou van hem afhankelijk bent door het werk van de Heilige Geest, dan heb je altijd reden om te danken. Zelfs als alles je ontvalt en je komt na deze dankdag op je sterfbed terecht. Dat kan, hè? Maar dan heb je toch nog alles. Wat is nou wat de Heer ons leert door deze boodschap heen? Nou, in elk geval denk ik onze schuld belijden als we hem zijn vergeten. Sinds middag dit jaar. Of misschien wel sinds afgelopen zondag. En ook onze schuld belijden dat we heel vaak ondankbaar zijn. Dat we hoogmoedig zijn en op onszelf vertrouwen. En laten we ons bekeren van onze verkeerde weg. Laten we alsjeblieft niet doen net als de wereld dat we slaaf zijn van deze wereld. De wereld gaat voorbij. Als je niet met de Heere leeft, dat is heel ernstig wat er in vers 19 en 20 staat. Als je de Heere vergeet, als je hem negeert, dan zul je omkomen. Dan eindig je zonder God en dat is verschrikkelijk. Daarom zegt onze tekst, vergeet hem niet door naar hem te blijven luisteren. Dat je hem blijft dienen met je leven. En hoe ben je dan dankbaar? Nou, ik zou u willen aanmoedigen om altijd te blijven danken. Ook na het eten. Het is een beetje een trend om het voor het eten dan maar gelijk allebei te doen. En dat kan, je hebt aan God gedankt. Maar dank hem ook maar na het eten. En na een dag. En na een nachtslaap. Dat je hem dankt elke dag opnieuw voor Jezus Christus. En dat je hem dankt dat hij zorgt en dat hij jou in het leven houdt. Als je elke dag in een schriftje of op de notitie-app van je mobiel, als je elke dag 3 of 5 punten opnoemt, opschrijft waar je dankbaar voor bent, dan kun je jezelf daarin oefenen, gemeente. Dat moet. We moeten God niet vergeten. Dit alles wat we hier hebben, alles wat we zijn en vooral dit, dat hebben we gekregen. O, laten we God dan eren met ons leven. Want je kunt vanavond zingen, dank nu alle God. En je kunt ook nog in de collecte je geld geven. Dat ziet de Heer en daar is hij dankbaar voor. Maar eigenlijk is dat nog wat goedkoop. Dankbaar zijn is niet maar iets van zeggen. En ook niet alleen maar van geven. Dankbaarheid laat je zien aan God door elke dag van je leven voor hem te leven in gehoorzaamheid. Niet omdat dat moet. Dat krijg ik soms terug. Dat mensen zeggen, ja, maar dat moet. Nee, niet omdat het moet. Goed is omdat je het wil. Omdat hij met zijn ontferming zo goed is voor jou. En dat je dan wederliefde voor hem heeft. Echt gemeente, als je dankbaar bent, dan laat je dat morgen in je gedrag zien. En dan laat je dat overmorgen zien. En in je gebed vraag je dan telkens weer, Heere, wat wilt u dat ik doe? Dat is wat de Heere vraagt. Als je God niet vergeet, dan leef je dankbaar voor hem. Dan is hij je alles. En zeg dan elk gebed opnieuw tegen jezelf en tegen God. Ik vergeet, Heere, niet één van uw weldadigheden. Ik vergeet ze niet. Waarom niet? U bent het die ze aan mij bewees om Jezus wil. En daarom aan hem alle eer. Amen.